Ronde 2 van Super Songdag. Het is begonnen, de battles. Vorige week hebben we de eerste battles gehad. On the Fence ging er toen helaas uit. Die moest Super Songdag verlaten. En nu hebben we 4 nieuwe kandidaten. Ik heb ze vorige keer al aan je voorgesteld. En dat klonk ongeveer zo. Van de zand, korrels naar de strand, schap een dagje. Ik laat je lopen langs de zee, schap een lachje. Neem je mee naar het prettig kleed, daar waar het strandje rustig is. Focus op je lachje, eerst weinig licht. We kunnen blijven liggen tot je het liggen niet meer zit te zien. Sometimes I'm fucking with hood bitches, cause they acting freaky and ratchet, they acting freaky and ratchet, they acting freaky and ratchet. Sometimes I'm fucking with hood bitches, cause they acting freaky and ratchet. Mr. Shakur, rich in the heart and in the mind, but in the pocket you're a nigga poor. That ain't the worst thing. The worst thing is working on my dreams, but it seems like it ain't working. Maar waarom zou je meedoen met Super Songdag? Nou, de reden is eigenlijk heel simpel. Airplay, dat wil je natuurlijk als artiest. Je wil dat je muziek gedraaid wordt. Waar kan het nou beter dan bij Funix? Dat is het station waar jouw luisteraar zit. Je wordt bij ons gedraaid als je Super Songdag wint. Maar daarnaast win je ook nog eens een keer een ADE Bootcamp. Je gaat samen met 2 producers ga je de studio in om nieuwe muziek te maken. 2 hele toffe prijzen die zeker de moeite waard zijn om mee te doen met Super Songdag. Hey jongens en meisjes. Ik ben DJ Hyperlink, de producer van Young Internet. En ik ben hier vandaag bij Funix en om als gastjury aan de slag te gaan. Goedemiddag, ik ben Joe Stenso. Mijn naam is Romeo Swee en wij zijn de brothers. Yes, en vandaag zijn we bij de tweede meeting van Super Song Day. En we battelen vandaag tegen Most Rock. We hebben goed voorbereid. De hele week zijn we bezig geweest met het in elkaar zetten van een nummer. Hij is klaar, man. Get ready for us, bro. Yo, yo, yo. Mijn naam is Roet. Ik kom uit Almere en we zijn bij Super Song Day. Ik heb zometeen een concurrent genaamd G-Music. Maar jullie zien het, we gaan het gewoon doen, man. Wrist shining, aiming for the big diamonds. Young Roots, bang. Yo, what up, what up? It's the one and only Most Rock. En ik ben hier vandaag bij Super Songdag bij Funix. En vandaag ga ik battlen tegen de brothers. En ze hebben een groot probleem, man. Nou, mijn naam is Gabe Smit. Artist name G-Music. I'm a musician, an artist. Obviously, I'm a father in my everyday life. That's what I do. En ja, we hebben 4 nieuwe kandidaten voor je klaarstaan. Vorige keer heb ik ze al geïntroduceerd. Het zijn de brothers G-Music, Roots en Most Rock. We hebben toen straks hebben we al geloot wie er als eerste moet. Spannend. Roots vs G-Music dus, toch? Ja, dat is hem. Roots. Wil je nog wat zeggen, Roots, tegen G-Music? Let's get it, man. Let's get it, man. Call me crazy cause for you I'm falling. Feels better when you don't know anything. When you call, I usually come running. Shit, at least you should have told the nigga about your past. Probably would have reconsidered. Hey, fuck it, I made my bed, I'll sleep in it. Found out you lied, but I'll deal with it. I don't know why I feel this way. I had options, you're not the only one. I got heat. Woo! 4 watches and they all go. 4 kilo and it's all sold. Paper got a young pants sagging, got a couple bands and it's all full. Situation got a situation when I call my niggas, yeah, they all roll. Hit a lick, you the only one doing all these years, yeah, they all told. Shorty told me she don't feel a nigga, now she's sitting on it and she's fucking with it. Nipples pointing like a shotgun shorty and she's going off when I'm coming in it. Hey, red carpet got a land now. Deli young throwing bands now. Perching on these snakes and fucking rats, cause the disrespect got a end now. Yo, 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 je hebt het gezien of gehoord. Net live gestreden tegen G-Music. En ja, het was een ervaring, het was leuk. Natuurlijk, die jongen heeft talent, maar dat heb ik ook. En ik heb alles gegeven wat ik helemaal in mijn lijf had. Dus wat we gaan doen is nu gewoon afwachten wat gaat gebeuren. En bouwen op mijn talent. Bang. Zo, hoe de battle is gegaan. Ik vond het gewoon leuk. Ik heb mijn ding gedaan, meteen even het niveau neergelegd. Het was spannend. En hoe heet je, Roots heeft ook zijn ding gedaan. Ik vond het geweldig, man. Echt, echt.
Zo direct gaan we nog een paar acts kijken en dan wordt er een beslissing gemaakt, maar dat gaat niet makkelijk worden. Ik ben nu even een peukje aan het roken, want ik moest echt even mijn hoofd koelen, want het niveau is echt ontzettend hoog, wat ik echt niet verwacht had. Het is ongelofelijk vandaag. Hey, van de stand, korrels naar het strand, schat wat dacht je? Ik laat je lopen langs de zee, schat wat lach je? Neem je mee naar Spruit en Kleed daar, waar het strandje rustig is, focus op je lachje eerst. Weinig licht, we kunnen blijven liggen tot je het liggen niet meer zitten zie. Ik zie je ogen raar gloeien, ik weet dat jij geniet. Weet dat je liever ligt te bakken. Samen koken, samen slapen. Terrasje pakken, shoppen, af en toe een nachtje stappen. Maar vanavond weer een drankje doen met mij. It's been a while since I gave a fuck. All I got is back, like I'm trying to live it up. But through this frown, you can see that I'm feeling down. Nothing's going my way, I'm feeling insecure. I'm trying to keep my head up, Mr. Shakur. Rich in the heart and in the mind, but in the pocket you're a nigga poor. That ain't the worst thing. The worst thing is working on my dreams, but it seems like it ain't working. Nee, was een toffe battle, man. Ik denk dat we zitten in een competitie met vier gewoon hele toffe artiesten die alle vier een eigen stijl hebben. En alle vier gewoon hard komen in wat ze doen. En dat maakt het extra lastig. Maar ik denk dat we, als we alleen naar onze battle kijken, dat we gewoon een goede battle hebben gedaan. Ja, maar los van dat hebben we er sowieso een goed gevoel bij. We hebben gewoon gedaan wat we moesten doen, weet je. We hebben gedaan waar we voor kwamen. En nu is het op de jury, man. Yes, yes. Ik heb net tegen die brothers gebattled. Het was een hele spannende battle. De brothers waren heel goed. En ja, man, ik moest dat overtreffen. En volgens mij heb ik dat ook gedaan. Ja, ik vond het heel spannend. Ik was even zenuwachtig. Maar ja, ik denk dat ik toch even mezelf goed heb neergezet. We gaan battelen. De brothers staan er klaar voor. Zij moeten het opnemen tegen Most Rock in de afvallersronde. Oftewel de laatste ronde. En nu heb ik je echt nodig, hè, thuis. Ik heb echt nodig dat jij ook even met me meedenkt. We hebben die Funix app niet voor niks. Kan je gratis chatten met ons in de studio. En je kan ook op het cameraatje drukken. Want nu gaat het erom. Nu gaat het erom wie er nog doorgaat naar de volgende ronde. En wie daadwerkelijk Super Songdag moet verlaten. Ben in a major space. Aye. Hey, sticky goed gerold. Ik zie mijn face. Niet meer. Hey, kijken in de spiegel doet de meeste zeer. Hey, schuine blik betoverd en mijn zakken skeer. Ik doe weer gek dit keer. Ben in een major space. Leaning up die performance in het major leest. Ik heb drank en ik heb dames all the way de tijd gesnapt. Zo snel. Te veel decibel. Ik word onwel, zie niet in mijn vel. Ik meen het. Life is all about choices from my left and my right shoulder. Voices telling me to do right, I do wrong. Telling me to do wrong, I do right. On any beat, I'm Bruce Banner. Just a little tanner. I smash anything into ash. I guess I'm losing my manners. Killing beasts, that's elemental. The most murderous, I'm killing instrumentals. Going mental with my weapon of choice. My mind and my voice. This beautiful noise is for the girls and the boys. Without much politicians out of touch. Plenty money, no love. Laat ons weten wie er vandaag helaas afvalt. We gaan helaas, met pijn in mijn hart zeg ik dat, ja? Most Rock naar huis moeten sturen. Most Rock. Ja. Oké, okay, applaus voor Most Rock en de brothers natuurlijk. En ik wil eraan toevoegen. Applaus voor de brothers inderdaad. Ik wil eraan toevoegen dat ik niet wil dat het hem demotiveert. Oké, okay, want? Omdat ik kan zijn muziek heel erg waarderen. Ja. Het is eerlijke muziek. I really appreciate that. Je hebt een dope stem. Ja. Maar ja, we moeten keuzes maken. En zoals ik eerder al aangaf, het past minder bij de Funix audience, denk ik. Het is niet dat het niet bij de Funix audience past, maar in deze line-up moeten we die conclusie trekken. Waarom G-Music door is gegaan? Hij maakt een hele kalme indruk. Had daarnaast gewoon echt een hele goede stem. En dat wel in een Funix radio studio. Het is geen muziekstudio waarin je vocals opneemt en kan spelen met het geluid. Dus ik was heel erg overtuigd. Waarom Roots door is naar de volgende ronde is omdat hij gewoon echt heel hard kwam op die beat. Zijn delivery was super on point, zijn timing was on point. Hij kwam met een stemgeluid wat ook heel origineel was. Het een beetje kleine sliss in, een soort Rick Ross-achtig tafereeltje voelde ik. En ik vond het heel vet. We hebben Mooskaart naar huis moeten sturen. Ik moet wel zeggen met pijn in mijn hart, omdat hij was gewoon heel erg goed. Origineel, een soort old school flow, wel heel erg eerlijk. Maar ik denk dat zijn geluid minder goed bij Funix past. En dat is eigenlijk doorslaggevend geweest. Funix.